In Venezuela heb je gezien wat er gebeurde toen ze de top 5% gingen aanpakken. Hoge belasting. Nou, de top 5% die vlucht gewoon. Ja, die nemen kapitaal ook mee. Natuurlijk, die vluchten met het vliegtuig, die gaan naar een buurland. En je ziet precies hetzelfde nu gebeuren in Nederland. Er vindt een fiscale vlucht plaats, dat is onvoorstelbaar. Een enorme exodus, met name door die box 3 herziening. Want door die box 3 herziening, ja, is iedereen die een pensioen in box 3 heeft opgebouwd of een paar beleggingen heeft, die moet opeens daarvoor gaan betalen. Ja. Ja, die belasting is onevenredig verhoogd. Dus die fiscale vlucht is enorm. Nou, als die 5% weggaat, ja, dan stort de samenleving in. En dat is een ineenstorting in slow motion. En daarna komt 10-20% daaronder, hè, de gegoede burgerij. Ja. En uiteindelijk zie je moeders met baby's blootvoets de grenzen overwandelen. Want ja, dan is er geen eten meer. Want ja, als je iedereen die wat presteert, je land uitpest, de boeren, de vissers, de MKB'ers, de bakkers, de slagers, dan houdt het op. Maar ja, we zitten in een soort psychopathische samenleving, waarbij inderdaad GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP, maar ook inmiddels D66 en de VVD, denken dat je zonder productie kan. Zonder mensen die hard werken en voedsel produceren. En dat is gewoon een levensgevaarlijke situatie. En wij vechten daar hard tegen, Jan. Ja. Ja, je noemde die partijen net ook al op, die eigenlijk dat groot kapitaal wegjagen. Maar vaak doen ze dat ook onder het mom van het klimaat. Hè? Ja. Ik bedoel, nu wordt de A12 wordt dagenlang geblokkeerd. Ook allemaal mensen die allemaal geloven, hè, bedrijven van Shell moeten weg uit Nederland, zijn fout. En noem het maar op. Ja, hoe kijk je daar dan tegenaan? Tegen die beweging, die rancune? Nou ja, jaloezie is een niet onderschatte emotie. En heel veel van die mensen zijn jaloers, maar ook heel veel van die mensen zijn ongelooflijk dom. Ja, ik herinner me nog een filmpje van Poont, geloof ik, waarbij gevraagd werd van, joh, wat vindt u nu erger, CO2 of kooldioxide? Nou, CO2 vind ik toch wel veel erger. Ja, het is gewoon hetzelfde. Maar die mensen hebben dus niet de basale technische kennis over CO2. En ze klagen toch dat CO2, dat is verschrikkelijk. Terwijl CO2, 0,04% van de lucht die we inademen, is CO2. Nou, dat gaat dan een heel klein beetje omhoog. Of dat nou komt door onze uitstoot of niet, ik denk het niet. Er is geen enkele reden om dat aan te nemen. En de CO2-percentages zijn ook in de afgelopen millennia ook al heel erg hoog geweest. Dus, en bovendien, meer CO2 in de wereld leidt tot meer voedsel voor bossen. Dus je ziet dat planten en bomen daar het goed op doen. Dus dat is een beweging die prima gaat. Maar die angst, die jaloezie en die volslagen idiotie, die leidt ertoe dat hele grote groepen mensen nu denken dat de planeet gaat exploderen. Ja. Als ze niet op de A12 gaan zitten met een pot plaksel. Ja, en dan gaan ze dus echt de rest van de samenleving lopen hinderen. Omdat zij denken dat er iets draconisch gaat gebeuren. Ja, ik ben heel erg voor het recht op demonstreren. Ik heb in coronatijd er ook altijd vaak voor gepleit. Omdat ik vond het echt wogelijk dat de staat zo uit de hand liep dat er gewoon vredig demonstrerende burgers volkomen in elkaar gemet werden. Ja. Maar ja, die stonden op het Malieveld of op het Museumplein. Dat is wel wat anders dan met 10.000 gekkies die in een of ander Armageddon geloven op de A12 toe te laten. En dan vind ik het wel heel vreemd dat die mensen plegen een misdrijf. Daar gebeurt vervolgens niks mee. Nee. Terwijl de schade ongelooflijk is. Mensen kunnen niet naar hun werk. Het is gevaarlijk. Ambulances kunnen er niet door. Dus ik vind dat daar dan wel echt veel harder tegenop getreden mag worden. Ja, ook vanuit gewoon door het OM, door die mensen wel eens een keer aan te pakken. Als er één club is waar ik mijn vertrouwen in heb verloren, is dat de OM wel. Kijk, de politie doet gewoon goed werk. De politie die probeert te deescaleren. De politie probeert de orde te handhaven. En die hebben het monopolie op geweld. Ik ken bijna geen politieagenten waarvan ik zou zeggen, nou ja, die doen hun werk verkeerd. Dus, maar de frustratie bij de politie is dat zij doen hun werk dan goed. En vervolgens komt het bij dat D66-bolwerkje, het OM, aan. Ja. En dan gebeurt er wel wat als Max de Fakkeldrager voor het huis van Sigrid Kaag staat. Ja. En niks doet. En die krijgt een half jaar cel. Maar als er een kerel zich naar binnen vecht in mijn huis, ik weet niet of je het filmpje hebt gezien. Ja. Nou, dat is gewoon een of andere GroenLinks gekkie. Die komt bij mij binnen met geweld. Nou, sinds Els Borst is dat niet meer gebeurd. Het OM is heel blij dat hij zorg accepteert en doet verder niks. Geen vervolging, geen straf.
Ja, ik vind dat echt een blamage. En ik verlies echt mijn vertrouwen in de rechtsstaat daardoor. Ja, en jij bent niet de enige, want je ziet natuurlijk uit allerlei onderzoeken dat Nederlanders in grote getal natuurlijk in de overheid hun vertrouwen kwijt zijn, in de instituties zoals het OM en rechters, maar ook in de politiek. Ja. Maar hoe komt dat, denk jij? Want het is een breed fenomeen. Overal in Nederland zijn mensen een beetje klaar mee. Ja, maar nou ja, wat ik in zaaltjes altijd tegen de ondernemers en onze leden zeg. Ja, het is heel makkelijk om het vertrouwen in de overheid kwijt te raken of het vertrouwen, vertrouwen in de politiek. Maar de bal ligt wel een beetje bij onszelf. Ja. Als 2 miljoen ondernemers nu eens een keer niet op D66 en het VVD zouden stemmen, maar op BVNL, dan krijgen we ander soort politici in de Kamer. Krijgen we mensen die ook zelf ondernemer waren. En die ondernemers zouden ook zelfs kandidaat kunnen stellen voor gemeenteraden, voor provinciale staten, voor de Kamer. Dat gebeurt ook niet. Dus het is een self-fulfilling prophecy. Want als je zelf niet meedoet, ja, dan wordt er over geregeerd door beroepspolitici die inderdaad nog in deuk in een pakje boter kunnen slaan, maar hier wel zitten en de macht hebben om jouw belastingtarief te bepalen. Te bepalen of jij een essentiële winkel hebt of niet, die dicht gaat als zij vinden dat het nodig is. Ja, dus ja, de bal ligt echt wel bij ons. En we hebben 22 november verkiezingen. Dus ik zou zeggen, lees niet moment. Alleen de verkiezingsprogramma's. Ja. Ja, want het verkiezingsprogramma van de VVD lees ik nog wel eens voor in de Kamer. Nou, op asiel. We voeren een asielstop in. We zeggen het vluchtelingenverdrag uit 1951 op. Het Dublin-akkoord wordt weer in ere hersteld. We gaan veilige landers uitzetten. We gaan mensen minder makkelijk toelaten. Het is prachtig. Het is een kopie van ons verkiezingsprogramma. Alleen ze doen het niet. Het interesseert ze niet. Ze zetten daar iemand neer als staatssecretaris, Erik van den Burg. Die als grootste adagium in zijn leven heeft, waarvoor herinnerd zal worden. Hoe meer asielzoekers, hoe beter. Ja. Ja, dan fop je toch je kiezers. En al die VVD-kiezers die krijgen gewoon precies het tegenovergestelde van waar ze voor gestemd hebben. Ja, maar hoe komt dat dan? Bijvoorbeeld ook zo'n partij als de VVD natuurlijk met een heel mooi verkiezingsprogramma komt. Maar dat er nu bijvoorbeeld vorig jaar meer dan 200.000 netto mensen erbij zijn gekomen. Nou, het is zelfs nog erger. In 2022 kwamen er 403.000 mensen bij. Het ging ook wat weg. Ja. Dus het netto resultaat was 228.000 nieuwe mensen. Dat is 1,5 keer Haarlem. Ja. We hebben geen huizen gebouwd. Want dat mag niet meer, want niemand mag er wat aan verdienen. We hebben geen ziekenhuizen gebouwd. We hebben ziekenhuizen gesloten. We hebben geen scholen erbij gebouwd. Dus dit is volslagen wanbeheer. En het wordt toch tijd dat de samenleving zich gaat realiseren dat de mensen die de afgelopen 10 jaar aan de knop hebben gezeten, het niet kunnen. Dus die moeten weg. Er moet een totale ommezwaai komen. Er moeten ander soort mensen komen. En niet oud-CDA'ers die weer in een nieuwe partij aanschuiven en dan CDA 2.0 gaan vormen. Maar gewoon echt een volledig nieuw iets. En we hebben het een paar keer gezien dat er een moment was dat het kon. Eerst was het natuurlijk Van Mierlo. Hè, die, ja. De oorspronkelijke D66 was een prachtige partij. Bindend referendum, gekozen burgemeester, democratie terug naar de mensen. Ik kon me daar helemaal in vinden. Daarna had je had natuurlijk Bolkestein, je had Pim Fortuyn, je had Thierry Baudet. Ja. Die ook in het begin echt een vernieuwende kijk op de samenleving had. Ja, en nu heb je BVNL. Ja, mooie woorden. Ja, je had het net even over, ja, er worden weinig scholen gebouwd, maar ook te weinig huizen. En de afgelopen 2 jaar heeft Nederland opgeschreven gezeten met Hugo de Jonge. Ja. Ja, kan je kort zeggen wat er allemaal aan die fout is gegaan onder hem? Mijn grote vriend Hugo. Ja, ja, ik bedoel, je hebt ook al tijdens coronatijd goede tijden met hem beleefd. Ja, ja. Ja, wat kan ik over zeggen? Kijk, Hugo de Jonge is denk ik wel de meest incompetente minister die ik ooit heb meegemaakt. Er zijn andere mensen die zijn ook heel incompetent, zoals Christiane van der Wal. De mensen hebben misschien soms de technische kennis niet, zoals een Rob Jetten. Ja. Of mensen komen uit een volstrekt ander vakgebied, zoals Kajsa Ollengren, die op defensie zit en het verschil tussen een handgranaat en een ananas niet weet. Ja, maar die zijn allemaal niet zo destructief als Hugo de Jonge. Want Hugo de Jonge heeft nog een bepaalde manier van doen, waarbij hij echt alles wat hij vindt doordrukt ten koste van alles.